14 februari, Valentijnsdag 2010. We staan voor Novel Weidebeek in Wezep. Zojuist zijn er een paar rozen uitgedeeld aan de bewoners, tezamen met een bakje koffie. Jennifer Zonbelt, de lijsttrekker van PvdA Oldebroek. Waarom deze actie? Het is vandaag inderdaad Valentijnsdag, een dag waarop je elkaar laat weten dat je van elkaar houdt. En dat vonden wij een mooie gelegenheid om te laten zien dat wij aandacht hebben voor onze ouderen. Want ouderen zijn voor ons heel belangrijk, ook een van onze speerpunten voor de komende 4 jaar. Het is belangrijk dat de zorg voor onze ouderen ook de komende 4 jaar gegarandeerd blijft. En dat wilden wij vandaag laten zien. Vandaar dat wij rozen hebben uitgedeeld en een kopje koffie zijn gaan drinken om even met de bewoners te praten. Hoe waren de reacties? Heel positief. Mensen vinden het leuk om even een praatje te maken. En het is natuurlijk altijd leuk om een bloemetje te krijgen. PvdA, roos, koffie, 3 maart. Leuke combinatie. Ja, dat leek ons wel. Ja, het is vooral ook een gelegenheid om aan te geven wat wij belangrijk vinden. Want de zorg voor onze ouderen is heel belangrijk. Het is vooral belangrijk dat die zorg ook toegankelijk is. Daar hebben we binnenkort ook een loket voor in het dorpskantoor. Dus dat vinden we heel belangrijk. Vervolgens is het ook belangrijk dat de mensen ook echt krijgen wat ze nodig hebben. Dus dat er een goede indicatiestelling is. Er wordt op het moment ook al heel goed naar gekeken of we dat als gemeente ook niet kunnen gaan doen. Waardoor misschien nog meer mensen ook in hun eigen omgeving bezocht kunnen worden in plaats van dat ze alleen gebeld worden, zodat je nog beter weet wat iemand nodig heeft. En vervolgens vinden wij het ook belangrijk dat ze dat dan zo snel mogelijk krijgen en ook de juiste zorg. Dus dat ze in hun eigen omgeving de zorg krijgen die ze nodig hebben. Want dat is natuurlijk het prettigste, dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. En dat zie je hier ook, dat is een hele mooie combinatie. Mensen wonen in een groep, hebben wel een gezamenlijke huiskamer, dat hebben ze ons zelf ook net verteld. Dat ze dat heel fijn vinden, maar ze hebben ook een eigen kamer die ook, waar het ook prettig wonen is. En ze krijgen op die manier en de juiste zorg en ze hebben toch een eigen plek. Dus dat vinden we heel belangrijk. Vandaar dat wij deze combinatie gemaakt hebben in aanloop naar 3 maart. Wat is er voor de rest, wat PvdA betreft, nog op stapel voor de Weidebeek en misschien ook wel voor het nieuwe in aanbouw zijn de Hullen in Oldebroek? Nou, het zijn natuurlijk belangrijke projecten die, waarvan we de voortgang goed in de gaten houden. Op zich is het hier in Wezep is Weidebeek al goed in gang gezet, de Turfhorst ook en de Hullen dat ligt ook op schema. Het enige is dat hier in Wezep de Veldheem nog verder ontwikkeld moet worden. En dat zullen wij de komende tijd nauwlettend in de gaten houden. Er zijn natuurlijk meerdere partijen bij betrokken. Dus je hebt als gemeente niet helemaal de invloed op. Je kunt niet zeggen van begin morgen maar helaas. Dat zouden we wel heel graag willen als PvdA. Dus we zullen dat ook heel goed in de gaten gaan houden. Hoe die betrokken partijen dat gaan doen de komende tijd. En als we ergens invloed kunnen uitoefenen, dan zullen we dat zeker doen. Want wat ons betreft moet ook de Veldheem zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Ik zei het al, 14 februari. We hebben nog een weekje of nou, 2, 3 tot aan 3 maart. Zenuwen, prikkels al gemaakt ergens? Ja, het is natuurlijk een hele spannende periode. We hebben nog een aantal acties op stapel staan waarbij we de mensen net als vandaag willen uitleggen waar we voor staan. Een aantal acties waar we gewoon de straat voor opgaan om mensen te vertellen wat we allemaal gaan doen. En op die manier proberen wij duidelijk te maken waar wij de komende 4 jaar voor staan. En dan is het vervolgens aan de kiezer. Met andere woorden, van, er is nog iets in en ander op stapel wat betreft acties van PvdA aangaande 3 maart 2010. Dat klopt, ja. Mensen zullen ons zeker overal tegenkomen de komende tijd. En nog een leuke privévraag. Wat ga je zelf doen vandaag op Valentijnsdag? Ik ga mij nog eventjes bezighouden met wat politieke onderwerpen. Dus wat dat betreft is er op dit moment weinig tijd voor privézaken in deze campagnetijd, helaas. Dankjewel. Graag gedaan.